In Nederland krijgen ongeveer 1200 vrouwen per jaar de diagnose eierstokkanker. Bij eierstokkanker is er sprake van ongeremde celgroei in het weefsel van één of beide eierstokken. De precieze oorzaak van eierstokkanker is niet bekend. De ziekte kan op alle leeftijden voorkomen, maar treft meestal vrouwen tussen de 55 en 80 jaar. De kans op eierstokkanker neemt toe bij roken, overgewicht en ouder worden. Daarnaast is er bij ongeveer 10% van de vrouwen met eierstokkanker sprake van een erfelijke aanleg. Helaas wordt eierstokkanker meestal pas in een gevorderd stadium gevonden, omdat de klachten redelijk aspecifiek zijn. Een opgeblazen buik, misselijkheid en gewichtsverlies zijn voorbeelden van symptomen. Hoe meer vrouwen weten wat de symptomen en risicofactoren zijn, hoe vaker de diagnose in een vroeg stadium gesteld kan worden, als behandeling nog mogelijk is. Er zijn verschillende behandelmethodes om eierstokkanker tegen te gaan. Naast operatie, chemotherapie en of doelgerichte therapie is de verwachting dat ook immuuntherapie en combinaties van immuuntherapie met andere doelgerichte therapieën mogelijk kunnen bijdragen aan betere behandelopties bij eierstokkanker.